ons grote voorbeeld. Initiatiefnemers Hendrik van Sandik en Hans Wijn hebben de maquette van Gouda in het Museum Gouda als voorbeeld voor hun plannen. Zoiets komt er ook in Leiden, ongeveer dezelfde buitenmaat. Alleen de Leidse binnenstad is veel, historische stad is veel groter dan de, dan de Goudse. Dus de stad zelf, de stadswal, komt eigenlijk veel dichter hier naar de rand toe. Beide mannen gaan de maquette maken met behulp van deze historische kaart van Leiden uit 1670. De originele kaart is erg groot, dus daar zijn erg veel details op te zien. Het is wellicht een beetje Madurodam, alleen Madurodam heeft een veel grotere schaal. En we werken met een schaal van 1 op 350. Dat is een hele goede schaal, want dan zijn de verschillende details zijn goed herkenbaar. En dan wordt de stad zo groot dat je hem in zijn totaliteit nog kunt zien. Het project kost een paar ton en dat geld moet nog deels via fondsverwerving binnenkomen. Maar voor een deel willen we ook gelden binnenhalen, net zoals het in Gouda is gebeurd, door gewoon elk afzonderlijk huisje op de maquette te gaan verkopen, ja, virtueel dan, aan iemand die daar bijvoorbeeld gewoond heeft of in zijn studententijd heeft gewoond of nu nog woont. Ik denk dat bijna iedere Leidenaar die dus gevoel voor de stad heeft, dat is in Leiden heel erg sterk ontwikkeld, dat hij naar de maquette komt kijken. En niet één keer, maar meerdere keren. En bijvoorbeeld, stel nou dat je bezoek krijgt van mensen, en dan kan je dus aan de hand van de maquette, kan je dus vertellen waar je woont, in welke omgeving je hebt gewoond, gewerkt, gestudeerd. En dat is dus een fantastisch aanknopingspunt om dat op een goede manier uit te kunnen leggen.